Govert, het gaat erover hoe wij elkaar hebben leren kennen. Weet je dat nog? In de saxofoonband, ja. Ik speelde allebei saxofoon. Jij tenor en ik alt. En ik zat er al in. En op een dag kwam jij binnen. En ik weet het nog, want je had je zwarte leren jas aan. En je kwam binnen en je had zo'n hele oude leren koffer onder je arm. En je had een vreselijk vrolijk hoofd. Ja. En je keek zo de nieuwe groep in. Ja. En toen ben ik voor je gevallen. En toen vertelde ik jou dat ik een heel vrolijk probleem had. Ja. En dat ik wel verschrikkelijk veel aan je moest denken. Ja. En toen belde je 3 dagen later belde je op. En toen zei je, de bom is ingeslagen. Ja. 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 Govert was natuurlijk mijn grote liefde. Ja. En ik wil dat wij heel graag moeder worden. Ja, puur. Ja. En dat dit zo mogelijk was. Ja. En dat de kinderen gezond geboren werden. Want dat was voor mij wel heel erg belangrijk. Ja. Was voor mij, geloof ik, nog ietsje belangrijker dan voor jou. Ja, sorry. Ja. Want jij zei altijd dat ze het risico ook wel mochten lopen omdat jij zelf ook een goed leven had. Ja. Jij vond dat wel goed. Jij kon daar wel mee leven, ja. Ja. En ik kon daar slecht mee leven. Dus die PGD-methode was wel voor ons wel een hele mooie uitkomst. PGD staat voor pre-genetische diagnostiek. Echt? En dus zeg maar embryoselectie, dus bevruchte eicellen worden getest op Huntington. Ja. En dan de eicellen zonder Huntington kunnen worden teruggeplaatst. Ja. Het was dat. Het was? Even denken, het was? De duurste methode. De duurste methode die er was. Ja. Ja, en we weten nog niet wie het betaald heeft. Nee, nee. Oh. Nee, dat is grappig. Twee? Kinderen. Nee, hebben geen zin. Wat zeg je? Je hebt geen ziekte. Je hebt geen ziekte, dat weet je zeker, hè? Als de man dus de ziekte. Wat zeg je over de ziekte? Het was de. Het is de. Het is de? Het was de duurste ziekte. Het was de duurste ziekte. Dat kan je moeilijk verstaan. Zeg nog eens over de kinderen hebben niet de ziekte. Ja, maar ja. En wat wil je nog meer zeggen daarover? Ik ben? Ja, ziek. Jij bent wel ziek, maar? Je kan het aan. Zeg je dat? Ja, precies. Ja, precies. Wat kregen we dus, een jongen en een meisje? Ja, wat is het? Hè? Teun en Noor. Ja. Ja. We waren lid van de vereniging van Huntington. We waren wel van alles op de hoogte. We wisten dat hier in Apeldoorn een gespecialiseerd verpleeghuis zat. Ja. Dus we zijn, toen ze klein waren, zijn we samen nog eens een keer gaan kijken. Weet je dat nog? Ja. Gewoon, jij zei ook, ik wil weten waar ik terecht kom later. Ja, precies. En toen zijn we hier rondleidingen aangevraagd en gewoon gaan kijken om een beeld te hebben van hoe ziet het eruit later. Weet je nog waarom je hier bent komen wonen? Nou, weet je nog waarom je het gedaan hebt? Jij zei toen, was een weekend met heel veel spanning en stress. En toen zei je, ik wil... Eruit, want ik wil een. Weet je nog wat je zei? Ik wil iets voor mijn. Je zei, ik wil een veilige vader zijn. Ja. Weet je nog? Ja. Ja. Voor mij was het wel heel fijn en bijzonder dat Govert daar zelf voor gekozen heeft. Ja. Want ik zag de dag al komen dat ik jou tegen je zin in hier naartoe moest brengen. Ja, dat vond ik afschuwelijk. Ja. Maar daar heb je allemaal zelf voor gezorgd. Ja, want jij had wel jouw boze buien.
waren wel typische Huntington buien, hè? Ja, puur. Jij kon ineens enorm ontploffen. Ja. Hè? En dan heel erg schreeuwen. Ja, puur. En soms viel je er ook bij neer. Ja. En dan na 2 minuten schreeuwen of zo, een beetje rustig. Ja. Weet je dat nog? Ja, puur. En dan had je vreselijke spijt. Ja. Dat waren de typische Huntington woede aanvallen. Ja, ik heb al. Want van jezelf heb je niet zoveel woede in je. Nee, helemaal niet. Niet zoveel van. En dit is je echt overkomen. Wij noemden dat altijd het zwarte mannetje, weet je dat nog? Ja, kwam dat zwarte mannetje weer. Ja. Het gaat vooral om dat je het met mensen hebt over. Ja, wat het allemaal teweeg brengt, zeg maar, dat je niet meer thuis kan wonen. Ja. En dat je naar een verpleeghuis moet. Ja. En wat, ja, wat dat allemaal betekent in je leven. Wat dat allemaal omhoop trekt. Dat is een hele grote verandering, hè? Ja. Ja. Dus daar, ja, daar heb je het over. Op het eind van het leven is het vaak heel moeilijk. We hadden het net over de afscheidsbijeenkomsten. Ja. Op het eind van het leven spelen er vaak moeilijke dingen en moeilijke vragen van ja, hoe wil je dat dat gaat lopen en wat wil je wel en wat wil je niet. Ja, en dan komt het ook over zingevingsvragen van wat is hier nou allemaal de zin van, waarom gebeurt dit, hoe moet ik nou nog verder? Ja, en dat is soms voor mensen gewoon heel, heel moeilijk. En ja, vaak is het toch. Ja, dat de conditie van mensen achteruit gaat. Daar hebben we het ook over. Hè? Hoe moeilijk dat is en hoe je eventueel, als je daarover wil praten, want lang niet iedereen wil dat. Maar sommige mensen hebben daar heel duidelijk ideeën over. Van als dat straks zo is, dan wil ik graag dit of dat. Vanaf dag 1 van opname proberen wij altijd het behandelbeleid, hè, het beleid van bij calamiteiten, duidelijk te krijgen. Nou, wat wil je daarmee zeggen? Is dat je samen met de cliënt en de familie en de EVV'en probeert vast te stellen van wat is de kwaliteit van leven voor die cliënt? En waar moet je aan denken om dat te. Nou, in zo lang mogelijk in stand te houden. En dan moet je denken aan wel of niet ziekenhuisopnames, wel of niet reanimeren, wel of niet starten met zondevoeding eventueel, het doen van antibiotica. Dit gesprek wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij gekeken wordt of er veranderingen van ideeën of inzichten zijn vanuit de cliënt.